Zo, goedemiddag. Vandaag zit ik hier dan. 4 uur lang, tot 6 uur. En ergens halverwege die 4 uur bereiken we een kleine mijlpaal. Want dan is de helft van deze cultuur in actie voorbij. 3,5 dag. 500 uur televisie, heb ik dat goed? 84 gasten of omgekeerd? 500 gasten en 84 uur televisie, zoiets. Bij mij aan tafel zit Pieter Kuipers. Geboren in Tegelen in 1968. Klopt. Filmregisseur van een geweldige film Van God Los. Dat is al lang geleden. Heb je Gouden Kalf voor gewonnen natuurlijk. Maar ja, daarna volgt nog veel meer. TBS, Riphagen, Hemel op Aarde. En ja, jij bent een van de weinigen trouwens, denk ik, die van deze moeilijke situatie de boel in zijn voordeel heeft omgezet. Je hebt een film gemaakt, hè, de afgelopen 2 maanden. Ja, dat klopt. Ik heb een film gemaakt. Maar dat was, dat was wel geweldig om te doen, moet ik zeggen. Maar dat was wel heel klein en een beetje amateurwerk eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Ik heb hem niet gezien, maar de film heet zeer toepasselijk Lockdown. Ja, ja. Dus ik heb wel op het moment dat we niks meer konden doen, de dag waarop we smiddags om 4 uur hoorden dat om 6 uur alles dichtging, ja, heb ik met mensen van Toneelgroep Maastricht gebeld en gezegd, laten we kijken of we nu samen iets kunnen gaan doen, want jullie kunnen niet meer optreden. Wij kunnen eigenlijk niet meer filmen. De projecten die we op stapel hadden staan, moesten allemaal, ja, die konden we gewoon op slot zetten. Maar zat jij midden in een productie van een film? Ja, we hebben twee grote. Ja, ik produceer ook. Waren twee grote series die wij in april en mei zouden gaan starten. Televisieseries. NPO, commerciële televisie. Voor de NPO allebei, ja. Dus dat is een drama als dat allemaal instort. Alles ja, dat is verschrikkelijk. Niet alleen natuurlijk voor ons als producenten, maar vooral ook voor de mensen die vanaf half april aan de slag zouden gaan. Ja. En ja, die je moet opbellen en zeggen, ja, voorlopig gaan we niet draaien. Geen werk, geen geld. Ja, zo simpel is het helaas wel. En we hebben gelukkig wel wat steun gehad van het Filmfonds, die daar vrij snel ingesprongen zijn. Die zelfs televisieseries zijn gaan ondersteunen om in ieder geval de makers die op dat moment niet konden werken tijdens financiële tegemoetkoming te doen. Maar ook dat is natuurlijk een druppel op een groeiende plaat. Dus het is voor de mensen die op de set zouden moeten staan, is het echt verschrikkelijk. We hebben hier achter ons, of daar, staat een groot getal, 284.901. Dat zijn, iedere gast hier aan tafel vertelt hoeveel mensen er getroffen zijn door corona, als het gaat om het aantal mensen met wie jij werkt. Weet jij dat bij benadering? Nou niet? Ja, dat zijn er in ieder geval, laten we zeggen, over de 100. Ja. Mensen die direct bij ons in zo'n serie aan het werk zouden zijn. Dus dat is kap en griem en camera en regisseur. Ja. Hey, zullen we in dit gesprek ernst en luim een beetje met elkaar afwisselen? Want het wordt zo serieus allemaal. Ja, dat vind ik prima. Wij komen er net achter. We hebben elkaar eigenlijk nooit gesproken terwijl we uit dezelfde provincie komen. En jij hebt gewoond in het dorp waar ik ook gewoond heb, in Horst aan de Maas tegenwoordig, in Limburg. Ja. En we komen tot een verbijsterende ontdekking. Ik wist dat namelijk niet, dat jouw vader was leraar in dat dorp. Ja, op de LTS. Mijn vader ook. Ja. Hoe heet jouw vader dan? Huub Kuipers. Huub Kuipers. Ja, en mijn vader speelde ook Sinterklaas in het dorp. Dus die, waarschijnlijk heb jij maar bij hem schoot gezeten, denk ik dan. Dat zou best kunnen. Huub Kuipers. Heeft hij nooit tegen mij gezegd toen. Mijn vader heeft ook als Sinterklaas gespeeld altijd. Dat deed hij in een dorp Blitterswijk. Hé, maar ik wilde even een test met jou doen. Ja, oh god. Heb jij je telefoon bij? Ja. Denk jij, want ik ben zo benieuwd of wij zitten hier in een waanzinnige studio, opgezet door Mark Bos en fantastisch regisseur die zou het Songfestival gaan doen. En Johanna ter Stegen die dit geregeld heeft. Ik weet niet of je dat kunt zien eigenlijk thuis, of er een totaalshot gemaakt kan worden. Misschien hebben ze dat al heel vaak gedaan. Maar de vraag is natuurlijk, het is een uitzending of een webcast, whatever, hoe je dat wil noemen. Maar ik ben zo benieuwd, zit daar iemand naar te kijken die wij kennen? Iemand die jij uit jouw kringen die weet dat jij hier zit vandaag? Ik denk de mensen op kantoor dat die dat wel weten. Maar of zij zitten te kijken, dat weet ik niet. Want ze zijn allemaal thuis aan het werk. Doe even een oproep aan jouw kennissenkring of vriendenkring of familie. Ja. Leeft je vader nog? Ja, zeker. Ja, ja, ja. En je moeder ook? Nee, mijn moeder helaas niet meer. Nee. Dus je vader zit mogelijk te kijken? Dat vrees ik niet. Ik denk dat hij in het zonnetje zit. Maar we kunnen een oproep doen voor iemand. Telefoonnummer heeft, kan die even bellen om te kijken of dat we ook weten dat we hier iets aan het doen zijn. Ik zet hem aan en we gaan kijken wie er belt. Doe ik dat ook? Ja. Als iemand mij wil bellen, hoeft helemaal niet. Laat ze jou maar bellen. Ja, bel me op en dan zit je live in de uitzending. Noem jij je eigen telefoonnummer even? Nee. Dat weten ze wel. Nee. Oké, Pieter, we kijken wel wie er belt. En als er iemand belt, zet hem even op speaker. Dan gooien we die persoon ook in de uitzending. Ja.
Hey, jij was dus heel even, want even terug naar, je was bezig met een serie. Hoe heette die serie? The Spectacular. Dat was een serie in Limburg over de IRA-aanslagen in eind jaren 80, begin jaren 90 in Roermond. Oh, dat was ontzettend spannend. Super spannend. Dat was gewoon een shootout op straat op de markt in Roermond. Ja, dus een terroristische aanslag in Roermond. Van de IRA. Ja. En het mooie aan het verhaal is dat een hele eigenlijk lokaal politieteam dat als een moordzaak moest oplossen. Niemand dacht dat zou lukken, internationale terroristen. Maar ze hebben ze wel gepakt. Krijg het voor elkaar. Ja, uiteindelijk zijn ze wel allemaal weer vrijgesproken, maar dat was een ander probleem. Hey, wat is dat toch met jou, dat jij zo op die misdaad en crime zit altijd? Want Van God Los gaat over de bende van Venlo. Ja. Onder aanvoering van, voor wie het nog weet, Frenkie. Ja. En ook daar is een kleine connectie tussen ons. Want het was een ongelooflijk sadistische, smerige bende. Tenminste, wat ik ervan heb begrepen. En ik heb een keer... Geen lievertjes, laat het zo zeggen. Geen lievertjes. En ik heb een keer een televisiereportage gemaakt in de EBI. Dat is de extra beveiligde inrichting in Vught. Ja. Waar de grootste Nederlandse criminelen naartoe gaan. En tot mijn verbazing kwam daar iemand naartoe bij de tralies en die zei tegen mij, zeg, die komt toch ook uit Limburg? Oh, wat goed. En dat was Frenkie. Ah. Jouw hoofdpersoon. Ja. Heb jij nog contact met Frenkie? Nee, heb ik geen contact mee. Heb je daar ooit contact mee gehad eigenlijk? In het begin gezocht, toen wilde hij dat niet. Later wilde hij het wel, maar toen wilde ik het niet meer. Hoeveel moorden heeft hij op zijn geweten? Nou ja, bewezen, volgens de rechter, zijn er volgens mij 3. Met nog een aantal, en dat is wel heel interessant, een aantal, de rechter heeft volgens mij uiteindelijk 8 bewezen geacht. Uh-huh. Maar er zijn 5 lijken zonder naam, zonder lijk ook. Er zijn 5 mensen dood. Illegale Turkse, Turkse illegalen. Yeah. Die, waarvan ze de naam niet weten, ook geen lijken zijn gevonden. Nee, maar het is wel bewezen geacht. Dat is in de Nederlandse rechtszaak wel een vrij unieke... Er wordt gebeld, Pieter. Dat is Milene Verdurmen, dat is van de AVRO. Ik denk dat zij niet zit te kijken. Ik denk dat zij, Nou, wie weet, we proberen dit. Zal eens even kijken. Is dat iemand van de AVRO, een producer of een... Ja. Hey Milene, hallo. Zeg er even Pieter, bij dat ze live sorry, in de uitzending... Sorry, storkje. Ja, je zit live in een uitzending nu, Milene, van Cultuur en Actie. Dan hang ik meteen weer op. Nee, niet doen. Nee, blijf even hangen. Want dat ik zit gaan hier wij zeker niet doen. Ik zit hier namens naast Twan Huis en die wil jou misschien even een vraagje stellen, Milene. Hallo blijf even hangen. Kom, hier komt Twan. Hallo Milene, hoor jij mij? Milene is hoofddrama van de AVRO, AVRO Tros. Oh, en is Milene, die serie waar je net over vertelde, nee, Pieter? Nee, okay. Ik had daarvoor iets anders. Milene, we zitten hier bij elkaar, ik wil je niet overvallen en je hoeft ook helemaal niets te zeggen wat je niet leuk vindt. Maar we zitten hier bij elkaar in de fabriek in Utrecht voor een cultuuractie, Cultuur in Actie. En die is bedoeld, het wordt ook uitgezonden voor alle mensen die getroffen worden door de coronacrisis. Ja. Dus vandaar, en ik had tegen Pieter gezegd van ik ben wel benieuwd of er iemand zit te kijken. Misschien kunnen ze jou dan even bellen als ze jouw nummer hebben. En jij was de eerste die belde, maar je zit helemaal niet te kijken, toch? Ik zit totaal niet te kijken, want Pieter stalkt mij al een paar dagen voor iets heel anders. Maar vertel, wat wil je weten? Waarvoor stalkt hij jou? Dat moet je aan Pieter vragen. Pieter, waarvoor stalk jij Milene? In de uitzending. Ja, waarom ben jij... Het is een film die wij willen maken en die wil ik graag met de AVRO Tros maken. Dus daarvoor had ik Milene... Mag ik vragen waar die film over gaat? Ja, die film gaat over een fanfare aan het einde van de mijn, tijdperk van de mijnen. De laatste mijn die gesloten wordt en de fanfare van de mijn... Die probeert toch te overleven. Dus terwijl het werk instort, proberen ze met cultuur en muziek het opgeheven hoofd een nieuwe periode in te gaan. En daar gaat die film over. Een mijn in Limburg vanzelfsprekend. Ja, uiteraard. Ja. Juliana Mijn, welke is dat? Dat was de laatste volgens mij, ja. 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 God, Milene, ik vind dat nu al een hele leuke pitch voor de AVRO Tros. Ik ook, maar daar moet ik eens even met Pieter over doorpraten. Omdat natuurlijk de fonds... dingen een beetje aan het wijzigen zijn. Nee, maar dat lijkt me niet voor de uitzending op dit moment. Maar goed dat jullie dit doen daar. Ja, vind je dat goed? Ja, ik vind het echt heel goed. Gaan jullie dit dagelijks doen, een tijdje lang? Hoe ga je dit aanpakken? Ja, deze Cultuur in Actie die loopt al 3,5 dag. En dat gaat nog door tot vrijdagavond. En inmiddels is de politiek er ook bij betrokken. Lodewijk Asscher was hier vanochtend. Jesse Klaver komt langs. En als jij Mark Rutte goed kent en wil ook langskomen, dan kan dat natuurlijk. Ik ken hem helaas niet. Nee. Moet je met hem uit eten? Ja. Oké, dat mag tegenwoordig niet. Nee, later. Hey Milene, ontzettend bedankt. En als die film... Maar zet hem op daar.
doen we. En dit is heel belangrijk voor de industrie, want we moeten wel een beetje met z'n allen voortgaan. Als ik iets kan doen, laat me weten. Gaan we over nadenken en er zit hier redactie, dus die gaan je vast bellen. En één ding nog, ik hoop, als die film gemaakt wordt, dan vinden we het wel leuk om te zeggen dat die hier is begonnen. Ja, hier op dinsdag 2 juni in de fabriek in Utrecht, oké? Okay? Dat zou superleuk zijn. Oké, okay, dankjewel. En vertel Pieter dat ik hem nog bel. Super, doen we. Dankjewel voor je tijd. Oké, okay, hoi. Dag. Zo, nou, heb ik even dus een film eruit geritseld voor je bij de Avrotros. Dat is dus mijn werk, ja, inderdaad, ja. Leuk, dankjewel, Twan, voor deze. Nee, ik bluf, maar het zou wel mooi zijn. Ik vind het, je haalt al je verhalen, of veel van je verhalen, komen uit Limburg natuurlijk. Ja, ik ga daar heel graag naar terug. Ik heb ook het gevoel dat daar een beetje mijn toegevoegde waarde zit. In het hele landschap van film maken en televisie maken. Dat ik uit de Randstad ga en naar mijn geboortegrond en daar op zoek gaan naar verhalen. En daar zijn dat talloze verhalen daar. Nee, maar je verrast mij ook steeds, want ik ben een groot fan van je films. Daarom had ik ook gevraagd of je hier naartoe kon komen. Nou, dank je. En er zit ook een klein element van chauvinisme bij, omdat we allebei limbo's zijn. Maar bovendien, je verraste me een paar jaar geleden met een waanzinnig mooie film die jij volgens mij geproduceerd hebt, Noord-Zuur. Ja, ja, ja. Een carnavalsfilm waarin we de Prins Carnaval van Venlo volgen. Iemand die ik ook goed ken, Lex Uiting. Ja, ja, klopt, ja. Ja, dan zie je hoe corona geboren wordt, hè. Dat in de carnavals, oh, ja. Nee, het is een hele... Heb je carnaval gevierd dit jaar? Ik heb de laatste dag gevierd. Was je nerveus? Of je misschien ook... Nee. Heb ik toen helemaal niet over nagedacht. Nee. Totaal niet. Dus nee, heel raar eigenlijk. Achteraf denk je wat... Want het was wel al min of meer... het was niet in Nederland, maar het was wel al in Italië. Ja. En dus het was al dichtbij. Ja, het is heel stom hoe dat werkt. Wij zitten nu ook bijvoorbeeld alweer veel te dicht bij elkaar. Ja, maar ik ben safe volgens mij. Jij bent safe, denk je. Ja. Nee. Maar die documentaire die kwam echt uit het hart. Lex werd prins. Heel jong, uniek. Eigenlijk zo'n jonge prins in Venlo. En hij belde mij. Hij had eerst Rob Hosselmans gebeld, cameraman, regisseur. Toen belde hij me op. Zou jij een documentaire over Vastelovend, zoals wij dat dan noemen, willen produceren. En dan kun je helemaal achter de schermen met de prins dit jaar. En ik dacht eerst, nou, dat is toch super saai. En Rob zei ook, dat is altijd super saai. Dan hebben we de prins allemaal heel officieel. En toen moest hij natuurlijk wel zeggen, ja, maar ik word prins. Want dat was natuurlijk een groot geheim. Ja. En toen we dat eenmaal wisten, toen dacht ik, ja, hij is zo'n unieke hoofdpersoon. Zo'n waanzinnig talent, verbindend. Ook al schurend op het goede moment. Nou, wat jullie met die film voor elkaar hebben gekregen is eigenlijk wat Rauw en Herzen ook voor elkaar heeft gekregen als het gaat om muziek. Dat het Limburgs dialect over de grenzen ging. Ja, en die film heeft veel mensen bereikt. Heel veel mensen hebben daarvan genoten in Nederland. Ja, ja, het was echt een... Lekker een tranentrekker. Is ja, het is een absolute tearjerker. En het gaat ook over de mensen. We volgden in die tijd 10 mensen, los van Lex, die daar meer de verbindende factor was. 10 mensen waarvoor die vastelovend heel erg belangrijk was. En dat is heel emotioneel, want voor één iemand was het zijn laatste. Die wist dat hij doodging. Ja. En die ging het van generatie op generatie overbrengen. Kijk, nog kippenvel, ik het vertel. Dus, en daar zie je de kracht van film. Ja. Ja, en 500.000 mensen hebben die film op tv gezien. Ik geloof 60.000 mensen in de bioscoop. Dat was heel spontaan. Was helemaal niet de bedoeling dat er... De bedoeling was dat we een paar keer zouden vertonen in Venlo. En alle bioscopen gingen ons bellen in het zuiden. Mogen we hem draaien, mogen we hem draaien. En het liedje wat in de film zit werd een hit. En het liedje is nu het beste Limburgse lied aller tijden gekozen. Dus, ja, de Lex hymne heeft, van Venlo en van omstreken. Ja, Lex heeft daar echt, het hart weten te raken. Heel goed. Hey, luister, we hebben nog 2 minuten, dus we moeten een beetje opschieten. Je hebt dus lockdown gemaakt, dus we hoeven er niet heel lang over te praten. Maar die kunnen mensen nog zien op internet? Ja, zeker. Hij komt 6 juni, dus volgende week zaterdag. Nee, nu zaterdag komt hij op tv ook. Dus echt? Ja. Wie zendt hem uit? De NTR. Nou, ja, heel ik leuk. En ik. Ja, dat is superleuk. Want ik, 2 mensen zoomen met elkaar en er gebeurt van alles, hè? Ja, het zijn 2 stelletjes die met elkaar zoomen. En je komt er heel snel achter dat er toch iets meer tussen die stelletjes speelt dan je in eerste instantie dacht. Ja. In coronatijden is dat natuurlijk, loopt dat snel uit de hand. Als je... Aanstaande zaterdag zei je hoe laat? Volgens mij 22:30 op NPO 3. NPO 3. Ja, ja. Hey, en we kunnen dus concluderen dat niemand uit jouw omgeving geïnteresseerd is in wat je durven niet te bellen, dat kan natuurlijk ook. Dat kan er nog. Dat er heel veel mensen zitten kijken, ze durven niet. Ja, je vader is het gras aan het maaien, denk ik. Ja, ja, ik denk dat die zit denk ik buiten met een glasje wijn of zo, denk ik. Hey, er is sprake van een kleine verlichting. Bioscopen gaan wel open met belachelijk weinig bezoekers natuurlijk. Maar goed, dat is wat. Ja, ik was gisteren toevallig in Venlo in de bioscoop, want daar draaide lockdown. Die draait ook in de bioscoop. Ja.
En toen zag je de echte diehard bioscoopgangers, die kwamen allemaal. Welke film? Ja, dus lockdown, hoeveel mensen kwamen erop af? Had ja, er mochten 30 mensen in de zaal, dus er waren 30 mensen. Het zat vol. En dat was wel heel leuk, want er waren echt mensen die kwamen binnen en die hadden echt gewacht op het moment dat ze weer naar de bioscoop konden. Ja. Heb je dat zelf ook, dat je denkt van eindelijk kan ik weer naar een terras en naar vrienden en uit eten en weet ik veel wat allemaal, als ik het verzekering met name, ik ben met name heel blij dat hoe klein het ook is, dat we toch weer de live cultuur kunnen gaan beleven. Dus ik hoop ook wel naar het theater te kunnen en ik hoop, en ik ga zeker ook weer naar de film. Ja. Het is de grote verbinder van onze maatschappij. Ja. Lockdown. Aanstaande zaterdag NPO 3 ergens tegen de avond aan. Die moet iedereen gaan zien. Ik wens je heel veel succes met die serie. We zijn nu heel hard ons best aan doen om toch te zorgen dat we in augustus kunnen gaan draaien. Maar goed, dan zijn we toch 3, 4, 5 maanden verder, waar mensen geen geld hebben kunnen verdienen. Zitten er acteurs in die je kent? Grote namen? Ja, maar dat is allemaal nog geheim. Die moeten we nog. Theo Maassen, daar heb je vaak een film mee gemaakt. Ik mag mee? Je niks zeggen, Twan. Niks zeggen? Nee. Oké, nou dan spoed je naar het bord hier achter mij. Als je daar je handtekening op wil zetten. En nog één keer, hoeveel mensen vertegenwoordig je die getroffen zijn? Nou, door in ons geval zijn direct ongeveer 100 mensen. Maar in onze sector is het natuurlijk vele malen groter. Maar laten we zeggen, de 2 series die wij zouden gaan draaien, betreft nu echt 100 mensen die gewoon al maanden thuis zitten en helaas geen geld verdienen. 100 mensen zetten we erop. En als Milene je terugbelt met het goede nieuws dat de AfroTros die film mag gaan maken over dat zou helemaal mooi zijn, de mijnen, dan bel ons. Dat bij deze ook geregeld. Heel goed. Moet wel deze week dan rondkomen. Ja. Daar is het bord. Dankjewel, Pieter. Ja, Pieter Kuipers, regisseur. Okay.